Surinamers goal. Suriname in internationale sporttoernooien. Kerk ondersteunt getroffen burgers. Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van het Jeugdjournaal. We hebben totaal 3 schooldagen gemist. Maar vandaag konden de leerlingen van de Sint Bernadette en Thomas van Aquino school weer naar school. Voor de leerlingen en de leerkrachten is het een opgelucht gevoel. Leerkrachten van de Sint Bernadette school wachten de leerlingen bij de poort op om ze verder te begeleiden. Ze gaan namelijk de komende dagen niet in eigen klas les volgen, maar op een andere plek waar ze veilig hun schoolwerk kunnen maken. Ik ben ontzettend blij dat de school weer mag starten voor de kinderen. De kinderen zijn zelf vanmorgen enthousiast naar school gekomen. Iedereen zit te kijken wat er allemaal gebeurt, de werkzaamheden, hoe ver is het. Ouders ook heel enthousiast en zeker mijn collega's ook, ja. Ik ben blij dat de school is begonnen, zodat we onze lessen en die andere dingen weer kunnen leren, zodat we onze repetitie weer kunnen maken. Ja, ik vind het leuk dat de school weer is begonnen, want nu kan ik meer leren. Ik heb de klas gemist, ik heb het leeronderwijs gemist, ik heb ook mijn boeken gemist. Het dak staat er nog niet. De lokalen zijn nog niet opgeknapt en de elektriciteit is vanwege brandgevaar voorlopig nog uitgeschakeld. Voor dit schooljaar zien de leerlingen hun klas niet meer terug. We hebben dus lokalen gekregen van de Christus Koningsschool waar we de kinderen kunnen opvangen van de 4e en de 5e, de parochiezaal en de kleuterafdeling. Ook op de Thomas van Aquino school is het groene uniform zichtbaar. Op deze school is het dak al bijna af, maar ook dit gebouw is nog niet veilig. Ook hier zijn de leerlingen verhuisd naar andere lokalen. Gistermiddag zei die aannemer me om en bij misschien nog 2 weken, omdat hij ook de waterhuishouding moet regelen. Alle ramen die stuk zijn, wordt ook door de overheid gedaan. En dat is het. Dus vandaar dat ik zeg, oké, we geven ze de ruimte, laten ze hun werk doen en we wachten maar. Het eind goed, al goed. Ik ben ook blij omdat we nog 2 repetities moeten maken en die rekensommen waren op het bord. Ik had geoefend zaterdag, zondag, vrijdag had ik ook een beetje geoefend en ik had mijn lessen geleerd. Zowel de Sint Bernadette als de Thomas van Aquino school zullen het schooljaar op deze manier afsluiten. Om de scholen weer helemaal op en top te hebben, zal minimaal nog een maand duren. De leerlingen en de leerkrachten zijn blij dat ze de laatste repetities kunnen maken. Zo lopen de kinderen niet achter en kan het schooljaar succesvol afgerond worden. Na lange tijd wat sportnieuws. De basketbalploeg De Arend is in de hoofdklasse nationaal kampioen geworden. En dat na 35 jaar weer. Ook internationaal doen we het goed, want tijdens het US Junior Judo Open Toernooi 2015 hebben we in totaal 10 medailles gewonnen. Suriname heeft met 12 vechters geparticipeerd aan dit toernooi. Een gouden medaille is gewonnen door Brittany Yubitana, Tatjana Somandas, Geneva Yubitana en Savio Mirai hebben een zilveren plak gewonnen. Hier Geneva in actie tijdens haar finale wedstrijd. Bronzen medailles zijn gewonnen door Harvey Helstone, Charlize Pomo en Jair Han. Ons land heeft het opgenomen tegen de vechters van onder andere Aruba, Bahama's, Brazilië, Canada en Duitsland. In totaal hebben 550 jeugdige vechters meegedaan aan dit internationaal judo-toernooi. Onze atleten met een beperking zijn nu hier in Los Angeles, Amerika. Ze doen mee aan de Special Olympics World Games. 5600 atleten van verschillende landen zullen zich van hun beste kant laten zien. Suriname doet mee met 24 sporters. Die komen uit in de onderdelen zwemmen,
atletiek, gymnastiek en bocce, een Italiaans ballenspel. Om de 2 jaren komen Special Olympics atleten bij elkaar om mee te doen aan de Wereldspelen. Dit jaar doen 165 landen mee. In deze Wereldspelen gaat het niet zozeer om winnen, maar om te laten zien hoeveel moed, vreugde en doorzettingsvermogen deze atleten met een beperking hebben. En tenslotte hebben we ook meegedaan aan de Pan Am Games in Toronto, Canada. Goed gepresteerd, maar helaas hebben we geen medailles behaald. Nu nog even afwachten hoeveel we halen in Los Angeles bij de Wereldspelen voor de sporters met een beperking. De Sint Bernadette en Thomas van Aquino School zijn 2 van de zwaar getroffen scholen van het noodweer van afgelopen dinsdag. Beide scholen staan op het terrein van de parochie van de Heilige Familie Kerk. In deze buurt zijn behalve de scholen heel veel huizen getroffen. En om de slachtoffers een extra hart onder de riem te steken, heeft de kerk haar zondagse kerkdienst aangepast. In ieder mens leven gebeuren drama's voorbij het leven. Dus het leven is licht en donker, hoop en vrees, leven en dood. Maar als je met elkaar in gesprek blijft, als zusters en broeders, dan is het makkelijker te dragen. Het is niet minder pijnlijk, maar het wordt makkelijker te dragen als je het samen draagt, je lot. Met je buren, met mensen op school, in de winkel, als je maar niet in je eigen dingen opsluit. Want dan word je echt helemaal angstig. Terwijl de dienst gaande is, hoor je het getimmer. Aan de Thomas van Aquino school wordt nog tot laat gewerkt om de reparatiewerkzaamheden van de school zo snel mogelijk af te hebben. Want de takken waren afgevlogen en morgen gaat die school aan de kinderen lesgeven hier in de parochiezaal. Ik was op mijn kamer vorige week, hè, en alles speelde zich af in de tijd van 3 minuten. Ineens een ontzettend lawaai, een waterwerking, een wind. Ik zag een boom in de lucht vliegen en allemaal daken van de scholen vlogen over de pastorie heen. Hier op het kerkplein. Ik schrok me kapot, ik heb het nog nooit meegemaakt. In 3 minuten tijd, een totale ravage, een lawaai. Ik dacht, de wereld vergaat. Mensen, dat is dus de les. Je hebt in je leven een gebrek aan eten en drinken, aan schoollokalen. Maar als iedereen zich inzet van hoog tot laag, dan komt het goed. Ons leven zit vol dreigingen. Elk moment kan er iets gebeuren dat je leven in vraag staat. Ja, er zijn mensen die achter je staan. Gegeven door de kracht van de Heer, dan heb je al bodem om op te staan. En verder hebben ze dan echt die hulp nodig, die power, en dat er echt geholpen wordt. Want van praten kom je niet. En vanmorgen heb ik het ook in de dienst gezegd, wat je met je mond beleidt, moet je ook doen. Toch? Dus als we zeggen we zijn brood voor elkaar, laten we het ook op onze manier liefde geven, aandacht geven, geborgenheid, dat de mensen zich thuis voelen. Ook op school werd vanmorgen gebeden voor extra kracht. De leerlingen hebben nog 3 weken te gaan en dan is het vakantie. Het is ook voor nu het einde van het Jeugdjournaal voor vandaag. We zijn er morgen weer, 10 minuten lang. Fijne avond!